Hey Blockie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van The Sims 4. We zijn weer terug bij. Eh, hey, het is We zijn weer terug bij um, onze grote vrienden, familie De Boer. Welkom jongens, lukt het jullie er te zijn? Je de vorige keer um, is natuurlijk Bob is getrouwd en samengewoond met Kim Boer. Of ja, eigenlijk heet ze dus nou Boer in plaats van De Boer. Welkom jongens, lukt jullie er te zijn? Ik start net de game op en blijkbaar. Geen idee, maar blijkbaar is het nou zo dat. Um, er is een nieuwe uh, uitbreidingspakket gekocht door een van mijn zusjes. Namelijk Luxe Woest Woestijn Kit of zo. Geen idee wat het is. Maar uh, we gaan vandaag wel lekker Simpson. Uh, het is winter, dus dat betekent dat we lekker binnen gaan zitten. Dat we lekker de kachel aanzetten. En misschien is het wel leuk om een kind te hebben. Misschien is dat wel leuk. Laten we eerst eens even kijken uh, hoe het inderdaad hier is. Want hoe is het met Bella? Hoe is de stal van Bella? Die is ook goed. Hoe is het met de stal? Um, het is ook allemaal hartstikke schoon. Als het goed is, hebben ze ook allemaal eten. We hebben natuurlijk de bruiloft gehad. Die hebben we natuurlijk de vorige keer allemaal opgeruimd. Uh, alleen er ligt nog heel veel sneeuw. Dus ja, dat is van een dingetje. Uh, Gefeliciteerd met jullie huwelijk. Ik hoop dat Kim en jij heel gelukkig we zullen zijn samen. Oh, dat gaat zeker goed komen. Ja, we zijn dus net getrouwd, dus dat is hartstikke leuk. Um, ja, het is winter, we hebben nog 9000 euro. En ik denk eigenlijk dat ik eventjes wat wil aanpassen. Ik wil namelijk even een lekkere kachel neerzetten. Um, er is wel weer een beetje leeg, dat is altijd zo. Even kijken hoor. We moeten natuurlijk wel een mooie schoorsteen hebben. Maar dan moeten we eerst. Even kijken, waar was dat ook alweer? Hier zo. Open haard. Het hoeft niet zo duur te zijn. Aard, een open haard. Is die wat? wat was dat ding groot. Even kijken hoor. Um, hebben we niet een iets kleinere? Kan. Kan, kan, kan. Kijk, deze is ook niet zo groot. Alleen. Um, dan moet ik even kijken waar ik deze. Als ik deze nou hier neerzet. Ja, maar deze is niet zo duur. De Clemens Eftstok een Open Haard. Fox. Dat is uh, gewoon, denk ik. Uh... Deze is ook wel wat, trouwens. Ik vind deze ook wel vet. Maar of dat goed gaat, weet ik niet. Hier kunnen we ook nog wat leuks opzetten. Ja, dit is de duurste: de kristallen tuinhaard. Nou, ja, dat is niet. Je moet wel een, uh, een echte hebben. Je hebt hier ook nog met, met een spiegel. Mmm. Of zo'n ouderwetse. Is ook leuk. Maar deze is meer voor het terras. Vind ik. Weet je wel. Als je buiten op het terras bent. Ik denk. We hebben er zelfs ook nog eentje voor feestdagen. Is ook heel leuk. Blijkbaar hebben wij die ook. Dat wist ik helemaal niet. Dit zou ook nog kunnen. Maar ik denk dat we voor deze gaan. Want dan wordt het. De, 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 de. de, de um, hoe heet het? Kan het ook boven de. Boven het raam. Ja. Dan pakken we die. Even kijken, want... Kijk, want het is wel even leuk om natuurlijk wel even een schoorsteen te hebben. Anders ziet het niet uit. Want het is winter. Oh, we hebben al een schoorsteen, zie ik. Maar dan moet hij eigenlijk daar. Dan ziet het er net iets mooier uit. Want hier komt dan rook uit. Dat is wel leuk. Zo, er is alleen wel een beetje lag in de game. Maar goed. Uh, laten we uh, lekker... Oh, Wacht. Ik weet niet, dat was tenminste altijd wel met Sims 2 en Sims 3 was dat. Als jij een kachel had, dan voel het nog wel eens dat, um, dat de boel in de fik vliegt. <laughs> met een kachel. Dus laten we daar ook maar een brandalarm plaatsen. We hebben hier een brandalarm en daar een brandalarm. Uh, de thermometer, hebben we die ook geplaatst? Nee. Deze thermostat is aangesloten op de stroomvoorziening. Door hem te verwarmen of te verkoelen te zetten... Kunnen de rekeningen verhoudingsgewijs hoger of lager uitvallen. Dus we kunnen het wel lekker... Als het koud is kunnen we natuurlijk wel lekker... De verwarming hoger zetten. Eventueel. Laten we het in de... Hier naast de deur. Zo. Dan wordt de wat rekening wel wat duurder. Maar dat is niet zo heel erg. Eh, uh, Kim... zij is op het web aan het surfen? Want zij had natuurlijk een nieuwe baan. Niveau 2 brengt van gamevaardigheid. Dus ze moet eventjes... Uh, hier rekening betalen. Doe eerst maar even rekening betalen. Als Bob dan eventjes lekker zijn tuin onderhoudt. Dat is ook heel belangrijk. Laten we ook even. Gewas bemesten. Super vitale kunstmest. Kunstmest zonder gedoe. Ik pleur gewoon er wat op hoor. Kan mij niks schelen. We hebben zoveel van die zooi. Zo. Dat is ook. Mooi. Uh, ja, zet hem maar aan zou ik zeggen. Trouwens, uh, in mijn andere. En mijn andere familie, ik wist helemaal niet dat dat kon. Dan ben ik echt pas vanaf... Van de week ben ik erachter gekomen... Dat je namelijk een eigen winkel kan doen. Net als in de Sims 2. Je kunt helemaal een eigen winkel inrichten. Dat wist ik helemaal niet. Dat is voor mij ook helemaal nieuw. Dus misschien is het ook wel een keertje leuk. Als wij wat... Um, extra geld hebben om dat te doen. Uh, doe maar eens even lekker zo... So en als het goed is, moet er nou rook uit de schoorsteen komen. Ja hoor! Dat is toch altijd wel mooi hoor. Kijk, dan heb je, je hebt een mooie eigen boerderijtje... Met, uh, met lekkere kachel aan, lekker warm. Heerlijk. Zo. Uh, even kijken. Bob die moet naar de wc. En ja, Bob die heeft. Klusje huisdrankje, dat hoeft niet. Bob is boer. <laughs> ja, hij wil namelijk graag een, een, een baan hebben. Dat is wel uh, wat hij heel graag wil. Zullen we anders even. Is dat leuk om een. Ja, laten we het doen. Gewoon omdat het kan. Kijk, dan maken we. Straks gaat het. Straks doen we... Oh. Ik zie het nou weer dat het helemaal verkeerd gaat. Maar is het nou gelukt of niet? Dan ga je ook maar even douchen. Maar dan moeten we even het huis een beetje uitbreiden. Laten we dat trouwens gelijk even doen. Dat mag weg. Pam, pam, pam. Dan wordt dit de babykamer. Uh, welke. Uh, plaats die ook hier, maar dezelfde. Uh, doen we overal een beetje hetzelfde hout? Ja, dat denk ik wel. Die doen we daar. Even wat raampjes plaatsen. We hebben toch nog wel wat geld. Maar we moeten hier wel even een dak op plaatsen. Uh, welke hebben we eigenlijk? Staat die? Nee, deze. Um, hoe staat die nou om? Zo moet die. Gelukkig kost een dak niks. Kijk. Nice. Alleen hij moet. Kan hij iets. Dat hij aansluit? Of, of, of niet? Maar zit hij daar niet? Nee, kijk. Maar nu sluit hij ook aan. Zie je dat? Dat ziet er net iets mooier uit. Top. Nou sluit hij ook aan. Kijk, en misschien... Ik weet niet hoe duur dit ding is. 350 is best wel veel. Dan kunnen we die hier nog plaatsen? Gewoon voor de leukigheid. Ja, ik vind het leuk. En dan kunnen we altijd dit ook nog... We kunnen altijd het huis uitbreiden. Want we hebben een hartstikke grote kavel. Dus dat is ook wel leuk. Um, ja, ik denk dat we voorlopig hier nog niks inzetten. Want volgens mij... Voor mij, um, Ik weet niet of ze zwanger is geraakt. En voor mij hoor je dan altijd een, een, een deuntje als het gelukt is, zeg maar. Ehm... Um, af en toe van Simtube, ehm... Nah, Crypto streamen. Ja, ga maar even livestreamen, joh. Kan meedschillen. Want ze moet... Uh, uh ondernemersvaardigheid. Hoe de F doe je ondernemersvaardigheid? Ondernemen. Wil je jouw idee om je reis... Neem een je kleine bedrijf uit te bouwen tot een zakelijk Imperium, bouw je onderheidsvaardigheid op via bijverdiensten en accelereren in klusjes en freelance carrières. Ja, het gaat hier in principe gewoon mee omhoog, dus dat is goed. Maar als Bob namelijk. Um... Wat is dit dan? Hotel? Hotel de hotel. Alleen om de wissel van de Sim die Bob zo leuk vindt, kan hem al romantische gevoelens geven. <laughs> Maar volgens mij was het zo dat uh, Bob heel graag wou gaan werken. Dat, dat kan wel. Alleen dan is het niet meer helemaal hoe we het eigenlijk hebben gedaan. Op zich is het niet erg. Want we hebben natuurlijk... Hier kunnen we dan wat bijverdiensten krijgen. Alles is als het goed is bemest. Hoop ik. Hier zitten alleen geen particles bij. Dus ik hoop dat het goed gaat. Ach, en Bella zit helemaal alleen in de kou. Maar het ziet er nu uit dat ze wel blij is. En wel En dan... Ruim het maar op, want dat is vies. Lekker bij de kachel zitten zo meteen in de avond. Gaan we lekker televisie kijken met z'n allen. Want je kunt niet echt zien wat de temperatuur binnen is. Ja, het kost wel meer, maar... Het ja, is niet zo erg. Maar het is wel leuk dat je natuurlijk een beetje... Uh... Kijk, maar dat, dat wil ik ook... Maar dan moeten we wel eerst even wat geld zien te... Uh... Ziet te fixen. Om een eigen winkel te gaan beginnen. Dan moeten we eerst een kavel kopen. Dan moeten we een winkel bouwen. Want wij hadden dus het geluk. Met, met, dat ik, met mijn andere uh, familie hadden wij de loterij gewonnen. En dan kregen we een miljoen euro. Dus ja, dat was wel een, 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 een voordeeltje. Eigenlijk. Maar hij wil iets planten. Kim naar haar dag vragen. Nou, doe dat maar eventjes. Want misschien. Uh, misschien krijgen we daar nog wat anders erbij bij. Misschien wil hij toch wel een, 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 een dinges worden, hè? Beste vrienden worden. Hoe heet het? Een, uh, een baan. En dan moet je eens even kijken wat bij hem past. We worden in één keer gebeld door Nancy Landgraaf. Veiligheidswaarschuwing. Landgraaf. Landgraaf Stroombevee. Vanwege de eekhoorn zullen we je stroom ergens in de aankomende 48 uur uitzetten. Ben je daarop voorbereid? Nou, dat is jammer. We zetten trouwens nu je stroom uit. Ik hoop dat je een voorraadje boek en kaas hebt. Nog een prettige dag. Wat? Waltras is weer eens bezig, wat een boef. En als zij de elektriciteitsstralen gewoon naar de onderhouden... en de opbouw van eikels hadden voorkomen... zou misschien niet eens een gewoon probleem zijn. Nou, we hebben geen stroom meer. Nou kan ze niet meer... Oh... Verdorie. Het humor-hippigheidsfestival is in de stad. Nou, dat hoeft niet. Nou, kunnen we, we kunnen niet eens met televisie kijken, man. Waar is Bob eigenlijk? Oh, die is lekker in de tuin bezig in de sneeuw. Pff. Even kijken, um, wat hebben wij? Want misschien kunnen we daar wel even heen. Het is nog 5 uur, het is misschien een beetje laat, maar. We hebben het Humor en Hippigheidsfestival. Een zijde kiezen, de luchtverlichte stand-up Duivelse voodoo. Um, stand-up optreden. Casual streamen, feestdag toevoegen, evenement toevoegen. Kijk, het is over twee dagen nieuw ja. Of uh, kerst moet ik zeggen. Dat is ook leuk. Maar laten we maar gewoon naar die braderie gaan, Jokka Kan Met z'n tweeën. Let's go. Goed, ik was de hele tijd aan het lullen. Maar ik had mijn uh, microfoon gemute. Ja, Kim is nu van de bezeer geweest. Want ze moest heel nodig plassen. En ze heeft nou uh, uh, eten te pakken. 18, 18, 18 sim dollar. Voor een vis met patat. Oh, domme. Kun je met haar op de foto, hoor? Vriendelijk. Ja, doe maar op zelf die vragen. Ik denk dat ze maar blijven lullen joh. Er zijn vandaag een heleboel sociaal maatje waardige dingen met Kim gebeurd. Of een sociaal maatje op je telefoon om er iets over te posten. Om de meldingen van sociaal maatje uit te schakelen ga je naar je telefoon, kies je sociaal maatje en selecteer je meldingen uitschakelen. Wat kun je daarmee doen dan? Sociaal maatje openen. Doe maar een nieuwe post. Iets over video Stream. Oh, dat is natuurlijk nodig, hè? Een plek of verbinding te maken met andere mensen in je leven virtueel te delen. Gebruik om te beginnen de ronden om vrienden toe te voegen. Oh, dan kun je, dan kun je ze berichten sturen. En. Volg mijn woord, abonneer. Check mijn stream als je tijd is in net. Kijk, dat is toch leuk. Sim taggen en een soort Instagram uh, social media. Wat is dit, hè? Huh? Hmm. Yeah. Iemand in een post taggen. Kimba, like Weet je wat ze dan gaat doen? Mm -hmm. Pop de boer. Die. Uh -huh. Weet ik veel. Sociaal maatje openen met iemand in een post taggen. Dus openen. Telkens als ik Bob zie, worden er verhitte blikken uitgewisseld. Ik moet hoog nodig flirten ho is. Maar moet aan alle mensen toevoegen. Tch. En wie heeft Bob allemaal? Sociaal maatje openen. Wat is dit, Liken? Ja. Alleen, ja, laten we iedereen maar toevoegen, toch? Weet ik veel. Kijk, en dan zou je dus berichten, een nieuw bericht, met bijvoorbeeld Sarah, uh, een grappig bericht. Een skelet loopt de treeking binnen en bestelt een bubbeltee in een vel. Nou, wat grappig. Nou, het zal wel. Ah, het is wel grappig. Het is wel grappig, dat wel. Maar laten we maar naar huis gaan, want het is 11 uur. En, eh... Uh, we moeten straks wel weer natuurlijk even gaan, gaan werken, natuurlijk, hè. Nou, we zijn weer thuis. En, in principe, kunnen ze eigenlijk direct wel gaan slapen. Eigenlijk. Ik wil eigenlijk nog een beetje televisie kijken, maar ik het duurde iets langer. Bob moet wel eerst even, uh, inderdaad, wat eten. Eh... Uh, om, om half uur nog eten. Hmm. Ah, het is dinsdag, dus je mag eigenlijk officieel ook niet uitslapen. Maar ik vind het wel leuk dat hij wel naar de uh, dingen toe uh, loopt. Alleen er is geen stroom. Dat is wel jammer. Maar voor mij duurde dat uh, 48 uur, denk ik. Hè? Ja, dat denk ik wel. Laten we even Bob eventjes alles doen. Uh, uh, dan moet hij nog even plassen en uh, dan gaat hij ook slapen. En dan uh, gaan we eens even kijken wat we de volgende dag gaan doen. Oh no! Oh, kipjes door. Verdorie! Verdorie, kipje is door. Het is wel vreselijk aan het sneeuwtrood. Oh, moet Kim werken? Maar hoe, hoe, hoe bedoel je naar het werk gaan? Nou, wat, wat gaat ze dan doen? Loopt ze dan naar buiten? En wat, wat, wat gaat ze doen? Kim is op het moment aan het werk. De baas van Kim vindt het waarschijnlijk niet zo leuk als je een dagje verzuimt. Weet je zeker dat je het werk verzuimt? Nee, nee, nee. Niet verzuimen. Hé, hey, je moet wel gaan werken. Prestatie zwak. En maar als je een eigen streamer bent, dan... dan als je een eigen streamer dan ben je toch eigen baas? Toch? Ja, het is hier koud, maar we kunnen hem niet horen of lager... Waarom is hij nou aan het kotsen? Volgens mij... Volgens mij is er iets niet helemaal goed. Wat is dit, hè? Sociaal maatje openen. Wat, eh... Uh... Oh... In mijn handen moeten kussen een gevaarlijk voorwerp worden beschouwd. Kussenvechten. Nou, uh, kunnen we ook op reageren? Nee. Het <laughs> is wel leuk dat mensen dat dan, dan op die manieren doen. Dat is wel leuk. Maar er staat verder niet zo heel veel in. Uh, nieuwe post. Iets over terug van het werk posten, iets over reizen posten. Wat maakt er maar wat leuks van jou. Ja. Juist. Maar het is nou heel koud in, in huis. Omdat we natuurlijk geen stroom hebben. Die mag ook worden gelegd en Bob. Ja, die kan op zich ook al wakker worden. En dan klikjes pakken. En dan mag zij even de draven weghalen. Maar ik denk. Ik denk dat, uh, dat, dat Kim uh, langzamerhand zwanger begint te worden. Want waarom zou ze anders overgeven? Dat is ook weer zoiets, hè? En dan mag die ook even schoongemaakt gemaakt worden. Schwa zo, zwangerschapstest doen. Ik denk dat zij. Wintervis, uh... begint morgen. Maak maar even schoon en doe ook maar even een zwangerschapstest. Wat heeft zij eigenlijk een wereld? van je zou van tien vrienden en drie vrienden hebben. Oh, maar dat moet op zich niet zo moeilijk zijn. Eh... Uh, dan ga je toch gezellig met... Uh, ja. Gezellig met de hand kletsen. En dan even zwangerschapstest doen. En dan moet Bob, die gaat eerst even lekker koffie leuten. En dan moeten we eventjes weer naar de dieren en naar de uh, dingen kijken. Het is ook vreselijk aan het sneeuw. Goeiedag, maar Als ik een kopje koffie en ik heb geen stroom dan had ik hier gezitten lekker bij de kachel en niet in de, op, op die koude stoel Maar goed, het zal Bob wel zijn. Maar wat is dit dan? Ik kan niet zien wat het is Ja, het zal wel Die mag even vast worden geklikt Strook of vier uur lang niet, wat is dit? Er gaat een geur op mijn werk dat iemand een promotie krijgt. Moet ik indruk op mijn baarspullen zodat ik die krijg? Ja, gewoon doen, joh. Kom oh, maar af. Kim is zwanger. Dit huis wordt nog met een nieuw levertje aangevuld. Och, vreselijk. Ik roep kinderen. Op vakantie naar Granite Falls. We gaan ook een keertje op vakantie. Yay! Hij is het koud. Maar dat betekent dus wel. Ik weet natuurlijk niet of het een jongetje of een meisje is. Dan wachten we daar eventjes meer. Ja, het is koud in de Ik weet het. Doe maar even je. Uh, lekker warmen. Alleen. Ja. Een livestream uitvoeren. Ja, ga anders maar gewoon livestreamen, denk ik toch? Oh nee, dat kan niet. We hebben geen stroom. Uh, kunnen we niet. Kun ze, kan ze niet. Uh, gewoon zo naar het werk gaan of zo? Is dat niet mogelijk? Nou, ik denk het niet. Er staat weer een nieuw berichtje. Ze gaat best hard berichten. Ik ja, hoor dat je een geweldige dag hebt. Rahul, deze persoon, de autocast van is vandaag overleden. Rustiek in vrede. Ik heb stiekem verreden. Jullie het zal wel. Heeft hij hem ook nou bord gemaakt? Oh nee, wat is hier wel vies. Doe dat maar even schoonmaken. Alleen ja, ik wil best wel. Um, ik wil best wel gaan streamen, maar we hebben geen stroom. Dat is een beetje vervelend. Een beetje heel erg vervelend eigenlijk. Maar dan kunnen we niks. Edoer. En even kijken, dan moet Bob hier ook even kiphak schoonmaken en voer en voer. En bij Bella even... Effe... Stel, schoonmaken. Nou, ik heb um, Bob eventjes aan het werk gezet om dit allemaal te bemesten. En de dieren eventjes aan de gang te krijgen. Want ja, het is lullig dat we geen stroom hebben. Want anders had uh, Kim eventjes mooi wat kunnen doen. Maar ik zie dat uh, Kim ook al mooi de boel gaat uh, verzorgen. Ik hoop dat zij trouwens een beetje... Uh... Daar wat mee wat kan doen. En heeft ze trouwens ook iets met koken? Ja, ze heeft level 6 van koken. Dus dat is best wel goed. En ik weet niet wat er is. Want mijn game lijkt een beetje. Geen idee waarom. Maar het zal wel. Ja, maak dat maar leeg. De kip hebben we eerder gekregen. Dan moet hij alles eventjes hier bemesten. En dan kan Kim, als zij daarmee klaar is, eventjes eten maken. Want het is ook alweer half drie. Want de tijd gaat zo hard. Um, wat gaan we maken? Uh, meer cursus? Personeel? Nou, dat is wel een beetje overdreven. Maar, nou snap ik even niet, hè? We hebben natuurlijk geen stroom. Dus hoe kan die koelkast, hoe kunnen we dan eigenlijk die koelkast gebruiken? Dat is een beetje het ding. Ja, zie je, dat kan niet. Dat kan niet. Gaan we samen koken met Bob anders? En, wat gaan we koken? Oh, wat erg. Ja, we hebben geen stroom, dus dat is toch, heeft toch wel effect. We kunnen alleen fruitsalade maken. Met z'n tweetjes. Nou, daar word je vrolijk van. Volgens mij is het ook heel koud, buiten, of niet? Oh, wacht even. Er zijn mensen aan de deur, vragen om binnen te komen. Wie is dit? Buurtactieplaninspecteur. inspecteur Uh, Bob, je moet ook wel gaan koken samen. Hè? Ik wil zeggen, ja dit is zin. Kim, die doet alles en wat gaat Bob doen, hè? Nou, ja, het zal wel. Bob moet wel naar de baseer, trouwens. En laat het nog vallen ook nog. eerst eten we voor vanavond eten we fruitsladen. Ja, dat, dat hoort er ook bij. Ik wil zeggen, het doet mij stromen weer. Maar nee, ik ben bang dat het huis uit niet te noemen met de volgende handel. Groen tuinieren. Je zult de stijging van je rekening op hebben tot deze kwestie is opgelost. Hoezo? We hebben een. Uh, hoezo niet groen tuinieren? Nou. Strook of vier uur lang niet. Wat heeft ze. Ja, we hebben geen, geen stroom. Um, Bob moet ook even douchen. Maar ga eerst maar even lekker een, een potje. Even lekker met z'n twee eten. <laughs> Misschien dat de burgemeester ook nog wel wat wil gaan eten. Kom er gezellig bij. Kim is al heel klaar met het eten, de eten, dat is de Foxen. Wat domme. Uh, dan doen we die Dama hier. Mm, ja, vervelend, vervelend, vervelend. Wanneer komt eigenlijk die, die stroom weer terug? Kunnen we dat ook echt zien? Wat is dit dan? Ik kan niet zien. Er is weer wat op social media gepost. Een bericht. Kim, Bob. Is er al gereageerd? Nee. Ja, het zal wel. Maar dit heeft hij dus zelf gedaan, toch? Nee, nou loop mijn game weer goed. Ik weet niet wat het is, het zal wel. Um, Bob, ga jij eerst maar even douchen. En Ja, we kunnen nog niet zoveel, dat is een beetje het probleem. Ga maar even een beetje elkaar leren kletsen en zo. Hoezo kan ze er niet bij? Ze kan er toch gewoon bij? Ze kan er niet bij, nee, ja, het zal wel. Want hoe lang is zij nou zwanger dan? Want ja, ze zijn natuurlijk ook getrouwd. Maar mogen ze je ook hier altijd op klikken. Maar dat werkt dus nou niet. En we zouden ook op vakantie kunnen gaan. Alleen, kunnen we even kijken hoe duur het is? Op vakantie gaan. Met Bob. Even kijken hoeveel dat kost. Even kijken. We hebben een Salvador Granite Falls. En deze hebben we niet. Daar hebben we een, een dinges van nodig. Als we hier naar Granite Falls gaan. 821 euro per dag. Ik vind het zo jammer, hè. Even de optrekje. Nou, we gaan wel een keertje op vakantie, maar ik vind het zo jammer dat het niet op vakantie is zoals er in Sims 2 is. Dat je in een hele grote wereld met hotels en resorts en weet ik wat, dan heb je gewoon een huisje en heb je helemaal geen hotel. Dat vind ik best jammer, maar we gaan nu op vakantie. Helaas. Uh, vrolijke kennismaking. Uh, vriendelijk. Kom maar met me nog over kleding en ik zie dat ze ook weer moet douchen. Ja, het is een beetje saai jongens. We hebben geen stroom, we kunnen geen televisie kijken, we kunnen niet streamen, we kunnen helemaal niks. Een niveau stijging binnen de handvaardigheid. Kan hij trouwens wat um, verbeteren? Bijvoorbeeld hier of zo. Verbetering? Nee. Het is code neus. Water is. Water recyclen. Ja, doe die maar. Misschien dat ze daar nog wat hoger gaan. Waarom. Doe je dat nou niet? Of is dat beter met de douche misschien? Oh. Kun je scheren? Gez gezichtshaar tot perfecte lengte scheren. Maar als hij nou gezichtshaar gaat scheren, heeft hij dan geen baard meer? Laten we eens kijken. Oh, Altijd zou wat zijn, Bob heeft geen, heeft, geen, heeft geen baard meer. Oh, wat erg. Nee, hij heeft nog wel een baat, dat wel. Uh, Waterstommering laten verbeteren, uh, de douche te versnellen, uh, navulbare brandstof. Maar doe maar snel tijd uh, versnellen. Want dan, hij wil dat graag, dus dat kan het ook best. En we gaan heus wel een keer op vakantie. Dat, dat, dat gaan we zeker doen. Maar ja, het is dus zo. heeft is hier weer gesopt, of niet? Ja. Is er alweer stroom? Nee. Verdorie. Ja, we hebben dus in ieder geval binnenkort. Wat gebeurt er? Nou! Weer een kip dood. Ze is allemaal al zo oud, dan? Ja, het zal wel. <laughs> Ugh! Gezondheid, dankjewel. Verdorie. Kan hij hier trouwens. Ja, hij kan hier wel wat oosten. Uh, anders doe maar gewoon verkopen. Alles verkopen. Of alles oosten. Doe maar alles oosten. Want we moeten natuurlijk zelf de ingrediënten verzorgen. Als we wat willen koken. Dus uh, doe dat maar. Bob die is bezig met, uh, met de verbetering van de, van de douche. Want je, voor mij kun je namelijk alles in de sims 4 kun je verbeteren. Kijk, patrastevigheid okay, bijvoorbeeld. Of hier. Verbetering, betere videokaart, VCC -ram. Energiezuinig apparaat, betere videokaart. Energiezuinig apparaat met eco-onderdelen. Dus dat is, wel, uh, dat is wel grappig, hoe dat allemaal kan. Alleen ik hoop heel gauw dat wij dat stromen terug hebben. Want dan kunnen we eindelijk weer wat, uh, wat meer gaan doen. Want ik denk dat we, dat we er nou meer stoppen, jongens. We weten in ieder geval dat we binnenkort een, uh, een kindje krijgen. Bob krijgt uh, binnenkort een kindje. Ik denk dat we volgende week gaan we trouwens weer even scum doen. En dan denk ik dat... Uh, heeft hij het koud? Voor mij is het koud. Pff. Ah, kom maar binnen, joh. Kom maar binnen, misschien dat het een beetje opwarmt. Au. Oh. Waarom kunnen ze er allemaal niet in? Ja, het zal wel. Uh, jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van de Sims 4. We gaan natuurlijk jongen weer verder. En dan hopen dat het stroom weer terugkomt. Um, de familie wordt uitgebreid. We krijgen natuurlijk een, een, een baby, dus dat is ook hartstikke leuk. We hebben de uitbranding van het huis hebben we al gefixt, alleen er moet nog even de andere zooi erin. Dus uh, ja, ik hoop dat jullie het weer hebben genoemd. Als zo is, kan ik even like erop. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat ook. eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de sport. En tot de volgende keer: Calm!